Hallo, het is weer tijd voor een nieuwe shoplog. Ik ben weer een beetje losgegaan. Ik beloof echt plechtig dat ik me nu in ga houden voor de rest van het seizoen. Maar goed, ik vind het gewoon fijn om aan het begin van de lente zomaar even een paar echt goede items te scoren waar ik meteen mijn kast weer een boost mee geef. En die liggen hier naast me. En ja, dit zou geen shoplog voor mij zijn als er niet iets met stippen in zat. Ik weet het, ik ben echt een afschuwelijk mens. Het is gewoon stippen en luipaard, het schreeuwt mijn naam. Ja, oké, sterren ook wel. Strepen ook wel. Maar toch, er zijn zoveel polkadots nu in de winkel. En ik ben daar echt al jaren groot liefhebber van. En nu er zoveel is en op zoveel mooie nieuwe manieren, raak ik de hele tijd in die trap van dat ik alles wil hebben. Dit is een heel mooi zijdeachtig jurkje van Topshop met een kanten detail en dubbele bandjes. Die toch wel echt weer zoveel toffer is dan degene die ik heb. Alhoewel die ook wel leuk is, ja. Lastig kiezen tussen mijn polkadot baby's. Maar goed, ik wilde deze gewoon heel graag hebben en hij zit zo mooi. En dit is echt, als het mooi weer is, het enige wat ik nog aan wil. Ik kan echt niet wachten tot ik dit aan kan. Deze shoplog is een beetje een mix van high street items en wat duurdere items. En dit is dan toevallig precies zo'n stuk wat best wel betaalbaar was. €59,95. Maar een hele luxe uitstraling heeft. Dit is een blouse van de H&M Conscious collectie. En hij is helemaal van katoen, wat je meestal toch vooral ziet bij het wat duurdere segment. Zo'n mooie blouse van helemaal natuurlijk materiaal. En hij heeft hele lange mouwen, wat ik altijd heel tof vind en veel bij designers zie. Maar niet per se heel veel tegenkom bij, nou ja, H&M doet het wel vaak. Maar ik kom hem niet heel vaak tegen in de wat meer budgetwinkels. En dat vind ik meteen een hele coole look geven waarbij je outfit meteen zo'n apart detail heeft dat er echt over nagedacht lijkt. Snap je wat ik bedoel? Het is niet gewoon een gestreepte blouse. Er zit echt een bewerking in of een soort designgedachte en dat maakt het meteen een beetje next level. Ik zit hem lekker te proppen ook. Ik had alleen een gestreept overhemd in blauw met wit en ik vind dit grijze ook wel heel mooi en het past echt bij alles. Dan ook bij Topshop en dit is echt een fijne tip. Een jeans, de Dree jeans. Dit is een cropped kick flare, noemen ze het. En dat betekent eigenlijk gewoon dat hij iets korter is. Dus hij is meer op je enkelbotje afgeknipt in plaats van helemaal naar de grond. En het is een kick flare, wat betekent dat hij vrij strak om je lichaam zit en aan het eind een beetje uitloopt. Waar een flare jeans natuurlijk eerder begint met uitlopen, gebeurt het hier vooral echt aan de onderkant. Nou is dat best wel tricky voor ons kleinere dames om zoiets te dragen wat en korter is en wijd uitloopt. Dus ik zou wel zeggen dat je hier vaak mooi een hakje onder moet dragen. Maar ik heb gekozen voor een lengte maat 32. En anders zou ik eigenlijk een 30 kiezen, denk ik, om die look optimaal te benutten. En het fijne aan deze jeans van Topshop vind ik dat ze heel veel stretch hebben, maar ook stevig voelen. Ze zitten heel lekker, maar ze zien er toch ook wel gewoon echt als denim uit. Dus dat is echt wel een tip. Deze top van J.Crew heb ik eigenlijk al een tijdje, maar had ik jullie nog niet eerder laten zien. Ik wist helemaal niet dat ze dat in Nederland verkochten, maar ik kwam het bij de Bijenkorf tegen. Deze werd me aangeraden door Nicole en ik had eigenlijk zoiets van de Zara op het oog. En deze was dan volgens mij €80 of €90, maar wel met zoveel mooie details zoals het trompetmoutje wat je hier kan aansnoeren. En een hele mooie stof en mooie knoopjes en hierachter een ruche detail. Dus ik snapte wel waarom dit dan een item is wat hier echt mooier is dan bij bijvoorbeeld een Zara. Dus ik heb deze gekocht en heel veel draagplezier van. Ik draag hem eigenlijk vooral in een grijze skinny jeans. Maar hij is ook heel leuk te mixen met andere patronen. Bijvoorbeeld een luipaardprint of een polkadot. En dan een gekropt spijkerjasje. Ik had één denim jasje waar ik niet heel blij mee was. Want hij was iets te oversized en iets te boxy. Wat mij best wel breed maakte. Deze is gekropt, wat betekent dat hij een stuk korter valt en dat is voor mijn lichaam beter. Ik ben best wel curvy, ik heb meer borsten en billen en een smalle taille. En als het dan in één recht wijd stuk van boven naar beneden loopt, dan lijk ik gewoon een stuk breder dan ik ben. Dus dit is echt wel een uitkomst. En ik vind dit heel leuk om te dragen over jurkjes of op een rok of misschien zelfs op andere spijkerstof. Heel blij mee. Ik vond deze schoentjes, ja, ook wel een situatie man repeller hoor, dit. Puntschoentjes met parels. Ik denk echt dat er bijna niemand is in het mannenuniversum en misschien ook het vrouwenuniversum die dit kan waarderen. Maar ik vond het toch zulke gezellige, vrolijke, grappige schoenen. Die ik heel leuk vond onder een broek, maar misschien ook wel onder een maxi-jurk deze zomer. Ze waren €39,95, dus ik dacht, oké, dat is wel een stijlexperiment dat ik dan aandurf te gaan voor die prijs.
Dus die heb ik toch meegenomen. Ik had ook even Kim in de winkel geappt en die vond ze heel leuk staan. Dus toen was ik wel gerustgesteld. Bestie power is toch altijd fijn. Als ik op vakantie ga of reis of bijvoorbeeld een chille zondag heb, dan wil ik eigenlijk heel vaak iets aan wat me doet denken aan een pyjama. En dan kies ik vaak voor een pantalon. Nou had ik een hele fijne pantalon, een witte met bordeauxrode strepen. En die is in de was helemaal naar de hel gegaan, want er zat per ongeluk iets zwarts bij. Nu zitten er allemaal vlekken op. Het is echt afschuwelijk. Maar goed, het zijn maar kleren. Nu miste ik dus een beetje een waar ik weer helemaal verliefd op was. En toen vond ik deze bij de Bijenkorf van Selected Femme. Van een heel fijn stofje. Een beetje wijd uitlopend. En het fijne is ook dat deze gewoon goed is voor mij om met platte schoenen te dragen. En ik heb bijna nooit broeken of pantalons die gewoon op mijn lengte zijn. Dus ik was echt meteen helemaal blij met deze. Want soms denk ik, oh prima, ik laat het innemen, maar dat doe ik dus nooit. Dit was een goede vondst. Dit t-shirtje is eigenlijk niet zo heel spannend. Ik heb hem best wel oversized gekozen. Bij Topshop had ik deze ook gevonden. Dit is eigenlijk de zomerse variant op alle bandtees die ik graag draag. En die vaak zwart of grijs zijn. Dus het heeft wel dat oldschool logo gevoel, bijna jaren 90 vibeje. Maar dan net iets frisser. Bij de Zara vond ik voor €9,95 deze oorbellen. En wederom, Zara en Mango zijn zo on point wat oorbellen betreft. Als je iets zoekt om die look af te maken, ga zeker even daar kijken. Door de kleuren en de materialen en een soort handgemaakt gevoel vind ik dit heel leuk bij stoffen die datzelfde gevoel hebben. Zoals linnen, dus bijvoorbeeld een linnen jurk of een linnen jumpsuit of een mooie katoenen blouse. Ik kan me voorstellen dat dit dan echt iets toevoegt. Ja, dit vind ik zo fantastisch. Deze broek is zo funky. Een soort super oranje streep, zwart met wit en hij loopt flared uit. En dit zit zo mooi. Ik ben helemaal obsessed met deze broek. En dit is eigenlijk iets wat ik altijd draag naar bijvoorbeeld of het strand of als ik uitga. Dus echt naar allerlei verschillende momenten. Ik zou het niet snel naar mijn werk dragen, maar wel alle casual momenten waar ik zin heb in iets vrolijks en speels en met een drukke print is dit geschikt voor. Het zit ook super lekker. Door een flared pijp en natuurlijk door die langwerpige strepen lijken je benen ook veel langer. Dus dit is wel een lekker gevalletje van Optical Illusions. Dit waren ze, mijn nieuwe klerenbabies. De nieuwe schatjes in mijn leven. Ik ben heel benieuwd welke aankoop jij het allertofst vindt. En als je dit leuke video's vindt, vergeet dan zeker niet even een thumbs up te doen en je te abonneren op mijn kanaal. Zou ik super leuk vinden, dus thanks alvast daarvoor. En dan zie ik je graag in de volgende video.